Hallo allemaal, welkom bij Over Koken Gesproken. Vanavond ga ik tagliatelle met rivierkreeftjes maken en ik zal jullie laten zien hoe ik dat klaarmaak. Ik heb een pan water opgezet voor de tagliatelle en ik heb hier een koekenpan met wat olijfolie erin. Die ga ik zo gebruiken om alles in klaar te maken. De tagliatelle kan zo in de pan met kokend water. Ik gebruik in dit geval verse tagliatelle van de Albert Heijn. Wat ik verder ga gebruiken is Parmezaanse kaas. Dat rasp ik even vanaf een blok. Ik ga wat shallotjes eraan toevoegen en wat teentjes knoflook. Ik ga wat citroenrasp toevoegen. Dan natuurlijk de rivierkreeftjes. Die heb ik bij de Lidl gehaald. En daar gaat bij wat room. En wat tomatenpuree. En ik maak het af met wat peper en zout naar smaak. Wat chilivlokken. Paprika poeder en wat kaneel. Dus dat is wat erin gaat. En ik ga het je nu laten zien hoe ik het ga klaarmaken. Zo, in de pan water. Ik heb hem even laag gezet omdat hij zo hard kookte. Ik ga de tagliatelle in. Moet ik natuurlijk wel erin doen. Zo. Zo, de tagliatelle zit erin. Die kan koken. Nou ga ik verder met het bereiden van eigenlijk de saus met de rivierkreeftjes. Zo, ik heb inmiddels in de pan de fijn gesneden shallotjes gedaan met wat olijfolie. Die kunnen een beetje glazig en bruin worden. Dan ga ik zo nog even de knoflook toevoegen. En als die ook een beetje aangebakken is, dan kan ik verder met de saus. En dat is dan op basis van room en tomatenpuree. Dan wordt het echt een saus. En dan kan ik hem gaan afmaken met de rivierkreeftjes en wat kruiden. Zo, ook de knoflook heeft wel even in de olijfolie mogen aanfruiten. Ik ga nu de room toevoegen. En daarmee wordt het een basis van de saus. En om hem kleur en smaak te geven, ga ik de tomatenpuree aan toevoegen. Zo. Pak je houdbare room is gewoon wel makkelijk om deze te gebruiken. Slagroom kan ook, alleen ik vind persoonlijk deze room iets fijner. Dit laat ik even warm worden. En dan ga ik wat tomatenpuree toevoegen. Ik heb inmiddels een half blikje tomatenpuree toegevoegd aan de saus. Die bestaat uit room, shallotjes en knoflook. En dat begint al aardig kleur te krijgen. Zoals je ziet... Als je het goed mengt, wordt het een beetje een licht oranjerige saus. Dat is ook precies de bedoeling. Zo. En de kleur matcht natuurlijk straks prachtig bij de rivierkreeftjes. Nou, zoals je ziet begint het nu aardig mooi egaal van kleur te worden. De saus is nu nog niet gekruid, dus hij is nog erg flauw. Dan gaan we zo wat aan doen. Maar eerst de rivierkreeftjes. Die ga ik toevoegen. Ik heb twee bakjes. Dus dit is bakje 1. Dat gaat erbij. En bakje 2. Gaat er ook bij. Zo, ik heb inmiddels de rivierkreeftjes toegevoegd. Ik moet hem even laag zetten. Ja, dat staat hier. Mooi. Nou, de saus is mooi ingedikt door de tomatenpuree ook. En heeft meteen een prachtige kleur. De rivierkreeftjes zitten erbij. Nu kunnen we hem op smaak gaan brengen. En dat doe ik met wat paprika poeder. Met chilivlokken, peper en zout en een beetje kaneel. Ik heb de specerijen toegevoegd. Ik heb een half theelepeltje chilivlokken toegevoegd. Ik heb een theelepel paprika poeder toegevoegd. Zoals je ziet, de bruinige plekjes zijn kaneel. Ik heb ongeveer een theelepeltje kaneel toegevoegd. Wat gemalen zwarte peper en wat zout. En dat ga ik nu even mengen. En dan zal de smaak ongeveer zijn zoals de bedoeling is. En dan heb ik nog de citroenrasp om hem verder mee op smaak te brengen. En wat parmezaanse kaas. En dan is hij eigenlijk al klaar. Ik ga nu even kijken naar mijn tagliatelle. Nou, die ziet er ook prachtig uit. Die is ook bijna gaar. Dus die moet nog heel even. En dan is de saus ook klaar. Dus het is eigenlijk een heel makkelijk recept. Zo, ik heb inmiddels de citroenrasp er ook doorheen gedaan. Ik heb even geproefd en eigenlijk is de smaak perfect. Ik heb alleen nog wat Parmezaanse kaas geraspt en toegevoegd. Die ga ik er nu even doorheen roeren. En dan is eigenlijk de saus helemaal klaar. Hij is mooi van dikte. Niet te dun, niet te dik. En straks zal het helemaal goed komen met de tagliatelle. Die ga ik zo even
uit de kookpan halen en even afgieten. Dan kan die bij de saus. Dan kan die nog heel even staan in de saus. Dan heb je een heerlijk avondmaaltje. Zo, dan ben ik dan weer met het eindresultaat. Ik heb wat verse tomaten in partjes gesneden en wat kaas er nog bij gedaan voor het presenteren. En dit is hoe je de tagliatelle met rivierkreeftjes kan eten. Dus ik zou zeggen, als je het wilt proberen, ga het zeker doen. Ik hoor graag van jullie wat jullie ervan vinden. Wij gaan zo lekker eten, dus eet smakelijk alvast. En tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!